liever mijn kop niet als een teamass. Ik laat die mannen links staan, net als Robert Pires. Het is mijn beurt, jullie rappers komen na mij. Eerst zagen ze me niet zitten als ze aanbij. Maar nu draaien we je halen, maar je haakt mij. Nu you wanna get rap son, net als braafheid. Ik ben geliefd bij de meesten, zo de haters hate it. Ze zijn verslag, ik ben die glitz in die fucking matrix. Mr. Anderson, dear Mr. Anderson. Dit is hip hop in je smoel, net een fucking bracelet. Ik spit crack op de snare, ik ben een hustler. Zelfs de beat weet dat ik bass kick. Maar wil geen body, wil die wit, net een fucking racist. Ja, mijn flow die is strakker dan een fucking facelift. Ik smoke type en record met een break kick. Daarom klink ik hongerig, ben never op dieet, bitch. Hè? Het is nu of nooit, boy, wat je me de even komt eraan. Bij deze mijn oorwarmetje. Eén, ik, één, mij, één de beste. Ik ben nummer één, 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 één. Ik wist dat even voor de club, als ik jou de vinger toch. Van een messiah, killing these rap liars. Op gevoel, ja, ze voelen hem als Brian. Hij is een tijd voor als de Maya's eens een keer een moves op voor ongekende represailles. En zijn curriculum vitae spreekt feiten. Een koning in de maak, ja, lang leven de keizer. Opkomende sterren, je hoeft niet ver te kijken. Jij bent verre van een ster, ik zie het zelfs niet met een verre kijker. Ik heb vorige week in Spanje gevochten. Een dramatische afloop natuurlijk. En we kunnen allemaal zeggen, ja, Spaanse scheidsrechter, Spaanse jury. En een beetje benadeeld, weet je wel. Maar goed, achteraf gezien mocht ik toch hebben gewonnen vorige week. Dan had ik niet echt niet tevreden over mogen zijn. Achteraf gezien hebben we heel veel fouten kunnen constateren. En uiteindelijk maakt het alleen maar sterk. De partij in Spanje was absoluut een onderdeel van de voorbereiding richting Aussie. Helaas anders uitgepakt dan verwacht. Alleen het paste wel in ons schema. Dus zo'n nederlaag doet wel wat met je aan jezelf vertrouwen. Mocht het niet zo zijn, dan is denk ik iets niet goed bij je, qua motivatie en qua doeleinden. Het heeft eventjes geduurd natuurlijk, maar we hebben goede gesprekken gehad, goed geanalyseerd de wedstrijd. Onze fout eruit gehaald, mee aan de slag gegaan en nu zijn we lekker aan het voorbereiden voor Aussie. Dus. En de voorbereiding die ik per wedstrijd neem is echt ook tegenstander gericht. Ik hoor een hele hoop vechters zeggen altijd van nee, ga uit van mijn eigen krachten. Natuurlijk doe ik dat ook deels, weet je, maar deels ben ik ook altijd zeker bezig met mijn tegenstander. Je wacht op deze shit. Vieze heeft die shit op slot. Je kan checken wat je wil. Je kan zeggen wat je wil. Je wacht op deze shit. Vieze heeft die shit op slot. Je kan checken wat je wil. We maken move op een nigga en dan weet je wat de deal is. Je kan zeggen wat je wil. Je wacht op deze shit. Vieze heeft die shit op slot. Je kan checken wat je wil. We maken move op een nigga en dan weet je wat de deal is. Dus vandaag de deal nog 2,5 weken richting 6 maart. En nu zitten we echt nu op het moment dat we nu richting de hoogste piek gaan die wij voor ogen hebben. En zo doen we het altijd. We zijn kort voor de wedstrijd, twee weken tot een week voor de wedstrijd gaan we echt naar de absolute piek. Je bent kort bezig, kort explosief, zowel op patchwerk als ook sparringstechnisch. Dus we gaan niet meer 7 of 8 rondjes, of soms wel meer rondjes sparren. Nee, we pakken dan gewoon 3, 4 wedstrijdgericht, wedstrijdsparring. En dan gewoon met 1 tegenstander te werk gaan. Weet je, om toch zo gezegd je tactiek en je manier van vechten zijn doeleinden te laten behalen. En dan praat je dan echt over pieken. En daarna gaan we alleen bezig zijn met een beetje vetverbranding om het gewicht te maken. Die laatste paar dagen. En dan is het moment supreme. Aha. Shit is redelijk officieel vanaf nu, motherfucker. G-C that. Abdominal, hier voor jullie. Zing, zang, zang, wat dat ben. Jij neemt de scene over. Ik sloop hem met mijn henchman. Dat je fan bent, wil je niet herkennen. Tijd om die kromme bek recht te trekken. Met recht van zeggen of vastbreken. Vanzelfsprekend getekend bij deze. Backstage hangen in mijn eentje. Dus een man die de grens van een eigen ego niet weten. Outfit bouwt in, maar kan niet eens eten. Zakgeld krijgen de pimps zeker. Ik ren cirkels en rondjes om je. Totdat je terug naar jezelf moet tomtommen. Hons dom. Met je kop in de massa hardkontje. En inzien wil niet in het donker. Die stonken in toen je onraad bloot. Blijf jij zoals hun, dan blijf ik een persoon.
persona. Het is een overkill. Je loopt over van overwonen. Je wilt te graag. Je wilt naar staat te gaan. Het is een vechten vanaf mijn zevende. In het begin en toen je net echt in je beginperiode van je carrière stond, was natuurlijk al alles heel mooi en had je nog heel veel te bereiken. En dan zogenaamde cliché gezegde van naar de top gaan is een stuk makkelijker dan op de top blijven. Heb ik nu allemaal onder lijf ervaren de afgelopen jaren. En dat kan zwaar vallen, is ook zwaar gevallen. Maar ik denk dat juist de echte kampioenen juist ook weer boven water komen. En, ik probeer daaraan deel te nemen en zogezegd een legende zoals een aantal anderen proberen te worden. Ik merk nu wel de laatste tijd dat ik echt wel de voorkeur van 5x3 heb. Ja? Omdat je tegenwoordig met 3x3 niet meer vast kan houden aan je tactiek. Je zou een hele snelle tactiek moeten hebben. Jongens die snel explosief zijn en die hebben weer wat meer voordelen in de 3x3 status. Ik zelf ben meer een jongen die een tactiek wil aanzetten en opbouwen. En, daar dus eigenlijk meer rondes tijd voor nodig heb. En ja, dat komt af en toe wel eens een beetje een probleem bij mij. Waardoor ik wel eens mezelf naar een extra ronde toe trek. Of in het laatste geval in Spanje, dus een partijtje verlies. Terwijl het eigenlijk niet hoeft. Ja. Ik ervaar het zo dat die nieuwe jonge honden nu op deze leeftijd van mij nu natuurlijk aan mijn Engels lopen trainen, daar bovenaan die top. Weet je. En, voelt de ene kant gemotiveerd, voelt aan de andere kant wel zoiets van hey shit, Sauer, je bent nu al oud aan het worden. Maar de uitdaging die er voor mij dan gewoon prijkt is gewoon het feit dat, om gewoon aan de top te blijven. En ja, met de kaas van mijn boterham niet af te laten eten. Ja. Zet hem op, ik ren het, ik ben een pop voor binnen. Engelen zingen, ik ben er nog, ik ben het. Benen zijn vingers zijn op het blok, je kent het. Het dingen, baby, check hoe ik het rock in. Ga lopen, klik de tinten, die is er om de tafel. Alleen bazen zitten hier, er wordt vergaderd. Ze doen me na, ik leeg een goed detail. Roepen mijn naam op de tuinja, boulevard tot aan Zuidoost. Rijm zo feilloos, ze zijn me. Ik krijg het warm, kerkloos. Het zij zo, Nieuwmarkt in de pijp open. Junks en de krik, pijpen vol met lijn.